voor andere tijden over naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Bankiers dreigen terug te vallen in hun slechte gewoonte, waarschuwt Wouter Bos de laatste weken. En de G20 is met hem eens dat daar iets tegen moet gebeuren. Maar het onderzoek naar die gewoonte komt nu pas op gang. In Nederland met een parlementaire onderzoekscommissie die komende maand met verhoren begint. Hoe kon die kredietcrisis nou toeslaan? We hebben vast wat voorwerk gedaan bij Nederlandse topbankiers en een oud-minister van Financiën. Graven naar de wortels van de crisis tot in de jaren 80 van de vorige eeuw. Goedenavond. Dat deze kredietcrisis zich voordoet, dat is eigenlijk onmogelijk. Dat kan niet. Want kort na die andere crisis, die van de jaren 30, waren er goede afspraken gemaakt. Ook toen waren de banken driftig gaan speculeren met aandelen en effecten. Ook toen namen ze enorme risico's. Niet alleen met geld van speculanten of van de bank zelf, maar ook van de gewone klant die elke maand met zuinigheid en vlijt iets op zijn spaarbankboekje zette. Toen het in de krach van 1929 misging, was al dat geld in één klap weg. Dat mag nooit meer gebeuren, zeiden de Amerikaanse autoriteiten. En zo werd in 1933 bij wet vastgelegd dat het banken voortaan verboden was te speculeren met geld van de gewone spaarder. Wilden ze toch speculeren? Prima. Maar dan moesten ze daar een aparte bank voor oprichten. Een zakenbank op afstand van de gewone bank. Breekt er brand uit in die zakenbank, dan slaat die dus niet automatisch over naar de gewone bank. Een glashelder idee waarmee het euvel voor de eeuwigheid leek opgelost. Een spaarder zoals u en ik kon met zijn geld weer veilig naar de klassieke bank, waar de bankier klassiek bankiert. Meneer Polter. Meneer Polter. Voor de Centrale Volksbank. Ja. Het is van de week 1,25. 1,25. Alsjeblieft. Dank u. Klassiek bankieren is dat de bank de instelling is waar mensen, particulieren dus, maar ook bedrijven, hun rekening kunnen openen en betalingsverkeer kunnen verrichten. Als ze geld over hebben, het adeposto kunnen plaatsen of op spaarrekeningen. En als ze geld nodig hebben, kredieten kunnen krijgen. Dat is eigenlijk de klassieke functie van het bank. Het aantrekken van geld en het weer uitzetten van geld. Sinds we sparen bij de Centrale Volksbank, is die onze bankier. Jawel, mevrouw Rockefeller. Als je kijkt naar de logica van de geschiedenis. Na de oorlog lag de hele geldeconomie natuurlijk in Europa helemaal op zijn gat. En in Amerika was het natuurlijk toch ook aardig verstoord. Dus er was toen een enorme behoefte aan regels. De economie in het algemeen, maar het bankwezen in het bijzonder, werd zeer strak gereguleerd. Regels en nog eens regels. Na de beperkingen van de jaren 30 komen er nog meer regels bij. Banken mogen geen verzekeringen verkopen. En investeren in het buitenland mag ook al niet zomaar. En dat terwijl het met de naoorlogse economie steeds beter gaat. Mensen melden zich massaal als klant van de bank, die al die belangstelling alleen maar aan kan dankzij een nieuwe machine, de computer. Nee, maar alleen het betaalverkeer. Hoeveel transacties er per dag niet gebeuren in het betalingsverkeer. Dat is gigantisch. Als je dat allemaal met de hand had moeten bijhouden, dat was onmogelijk geweest. Dus de computer is eigenlijk een weldoener geweest om mogelijk te maken de groei van het bankwezen. De banken groeien explosief. Begin jaren 80 zwemmen ze in het geld. Maar ze voelen zich bekneld. Door alle regels en beperkingen weten ze echt niet meer waar ze met al dat geld heen moeten. We hebben een tijd gehad dat wij zoveel liquiditeit kregen, omdat wij bekend stonden als een hele solide bank, dat we niet meer wisten waar we die liquiditeit moesten laten, omdat onze klanten geen geld meer wilden of konden lenen. En toen hebben we inderdaad heel veel geld aan de staat gegeven, lang geld, met een lange rentetermijn. En dat is natuurlijk extreem goed afgelopen. Voor de banken loopt het goed af, voor de staat minder. Die betaalt aan de banken jarenlang een rente van 12%. De banken krijgen hun geld van spaarders en die krijgen maar de helft, 6%. Ja, dat kan gebeuren. De rente gaat op en neer. En als minister van Financiën moet je lenen op het moment dat je tekorten hebt. Dan heb je dikwijls niet veel te vertellen. De minister van Financiën heeft weinig te vertellen.
Maar de banken hebben in die dagen ook nog altijd weinig te vertellen door alle regels en beperkingen uit de jaren 30. En het geld, dat stroomt intussen maar toe. Het klotst tegen de plinten op, zoals dat heet. Maar voor de banken gloort er hoop. In 1979 treedt in Engeland Margaret Thatcher aan. En 2 jaar later in Amerika de geestverwante Ronald Reagan. Beide bepleiten een zo vrij mogelijke markt, zo min mogelijk regels. En sinds die tijd wil geen land meer achterblijven. In de jaren 80 komt een ware wetloop op gang onder het toverwoord deregulering. In de Verenigde Staten werd na een periode van zeer sterk gereguleerde ledenmarkt. En net zoals wij hier na de Tweede Wereldoorlog was alles gereguleerd, laten we wel wezen. Zelfs het voedsel was op de bon. Ontstond er in de tachtiger jaren een grote beweging naar deregulering. Die kwam voornamelijk inderdaad uit Engeland en de Verenigde Staten. En die ging als een vloedgolf over de wereld heen, ook in Nederland. Dat was in Amerika, dat was in Engeland, dat was in Europa. Ik was en ben daar nog steeds een voorstander van. Deregulering en liberalisering. Maar er is één heel belangrijk punt. Ik heb toen al gezegd als minister en ook later als bankier weer en nu nog, dat moet gepaard gaan met een strak toezicht. Ik geef u meer vrijheid van handelen, maar er moet wel iemand zijn bij de overheid die een toezicht houdt of u dat allemaal wel correct doet. En dan gebeurt waar de financiële wereld al jaren naar uitziet. Londen, 27 oktober 1986. Een dag die de geschiedenis in zal gaan als Big Bang. De City, het zakencentrum in het hartje van Londen, is de rijkste vierkante mijl ter wereld. Het is het centrum van de verzekeringsindustrie en de internationale geldhandel. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 550 buitenlandse banken gevestigd. De Big Bang, oftewel de grote klap, heeft de Londense beurs veranderd van de beurs met de meeste regels, een club van gentlemen, in de vrijste beurs ter wereld. Ja, dat was heel belangrijk. Toen werd er heel veel vrijgegeven, internationaal, dus liberalisatie. En ook allerlei regels werden versoepeld. Ik meende dat dat een juiste ontwikkeling was, dat meen ik nog steeds. Er was veel te veel beperkt eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog. En wilden wij onze positie handhaven in Nederland, dan moesten wij die Engelse ontwikkeling volgen. Wat banken bijvoorbeeld mochten, dat ze voorheen niet mochten, is vrijelijk handelen in allerlei producten. Valuta, renteproducten, aandelen, obligaties, et cetera, et cetera. Dat was tot, in ieder geval voor bepaalde onderdelen, sterk gereguleerd tot de 70e jaren. Als je als Nederlandse bank, om daar nou even bij te blijven, in de internationale concurrentie mee wilde doen, moest je dezelfde soort van producten kunnen aanbieden aan de grote klanten van je, als de Amerikanen en als de Engelse banken vanuit Londen konden doen. Als je dat niet wilde, dan bleef je dus een kleine lokale bank. Daar kun je voor kiezen. Veel banken hebben dat gedaan. Maar dan tel je bij dat grote bedrijfsleven niet meer mee. Okay, let's go to work. And they're off and running. Yeah, here's a hot lead. Research is the thrust on the recommended. What? Yeah, dump it for Christ's sake. Let's go. It was a booming market. So you had an enormous number of new banks coming into the market. You had a great deal of competition for trades. And brokers in particular were fighting for business. Vechten om klanten, felle concurrentie. Dankzij de deregulering kunnen banken zich in dat gevecht veel vrijer bewegen. De scheiding tussen zakenbank en gewone bank verdwijnt. Banken gaan handelen voor eigen rekening. Handelen voor eigen rekening. Dat is iets wat de investmentbanks, de zakenbanken in Londen en in Wall Street al jaren deden. En soms het meeste van hun geld daarin verdienden. Wat de andere banken in Europa, zoals ook de Nederlandse banken, pas later zijn gaan doen. Waarbij dus eigenlijk geen klant betrokken was. Waarbij de banken producten bedachten of bestaande producten verkochten aan elkaar. Ja, dat is sterk toegenomen, heel geleidelijk. In Amerika en ook in Europa. Voor eigen rekening. Waar op zich niks tegen is. Als je maar zorgt dat er voldoende kapitaalbuffer is om eventuele tegenvallers op te vangen. En ook weer goed toezicht. Met dat handelen voor eigen rekening boeken de banken forse winsten. Vooral de kantoren in New York en Londen. De handelaren krijgen beloningen die gekoppeld zijn aan de enorme bedragen die ze voor de bank binnenslepen. Somebody who was an extremely successful broker with very big clients, his salary might be quite irrelevant because his bonus could be 2 or 3 times his salary.
So we're talking numbers that would look small by today's terms, but enormous in 1987. You do good. You get perks. Lots and lots of perks. Lewis? Yes, sir. Take care of my friend. Thank you, sir. Have a good lunch, buddy. De honorering van die mensen die die transacties deden was voor een flink deel gekoppeld aan de winst die ze voor de instelling maakten, voor de bank. En dat is iets wat in Nederland zich eigenlijk nauwelijks voordeed. Maar heel geleidelijk aan is dat naar Nederland overgekomen. Omdat als je de goede mensen wilde behouden en ze niet allemaal naar Londen wilde zien gaan, moest je ook in Amsterdam op je hoofdkantoor, op de handelsafdeling, dergelijke mensen vasthouden. En dus ook honoreren op een schaal en op een manier die een beetje lijkt of leek op wat er in Londen en in Wall Street betaald werd. Absoluut, ik heb dat gezien. Ik heb bedragen goedgekeurd voor onze handelaren en dergelijke toen ik in het bankvak zat, die soms 3-4 keer zo hoog waren als de leden van de Raad van Bestuur. Dat werd, gaandeweg werd dat steeds meer een probleem, omdat het misschien nog niet zozeer die paar topspelers waren van de hoogste top. Niemand had zo'n probleem met die Johan Cruijffs, maar een hele laag daaronder, ook goed, maar niet van het kaliber Cruijff, die ging gaandeweg ook steeds meer verdienen. En het probleem was ook met name dat het zich voordeed in het investmentbanking, maar niet in het traditionele bankbedrijf. Dus er ging een enorme discrepantie ontstaan tussen de salarisniveaus. Of het, in feite ging het natuurlijk met name om de bonussen, de variabele beloning, in het investmentbankbedrijf en de rest van de bank. Maar bij dit soort buitensporige bedragen heeft u toch nooit gedacht, nou, dit is te gek. Jawel. Het is niet dat dat nu pas ontdekt is. En ik was ook niet de enige. Ik hoorde wel bij degene die zei, we moeten niet al die bedragen nu in contanten uitkeren, maar keer ze pas over 5 jaar uit. En dan zie je of het goed is gegaan, dan is het mooi. Als het niet goed is gegaan, krijgen ze niks. Maar men zei, dat kan niet vanwege de concurrentie en dan lopen ze naar de concurrenten en dergelijke. Ja, ja, zo zit de wereld in elkaar. Oké, veel dank. Ben je uit? Heb je alles? Oké, goed. 72,80. 72,80. 72,80. 73. 73,81. 73,81. Wall Street, midden jaren 80. De beurs stapelt record op record. Het geld stroomt binnen. En iedereen wil meedoen. Banken, maar ook particulieren die zich en masse op financiële producten storten. Here's where you really see Wall Street in action. The New York futures market. Where they're betting on the future of the stock market itself. On whether it will go up or down. We're in new altitudes. No man has ever flown this high in the stock market before. The stock market's been flying higher for months, breaking one new record after another and racking up profits for investors, big and small, of $201 billion. This is a major bull market unfolding. For the first time in 4 years, all the horses are pulling in the same direction. Giant investors and individuals are turning to stocks, trying to get a higher return. Dan krijg je op een gegeven moment het proces dat het een soort piramidespel gaat worden. Dat steeds meer partijen mee willen doen, omdat ze ja, ook van die winsten uiteraard willen genieten. En dat gaat dan nog een tijdje goed. Want net zoals bij een piramidespel, hoe meer partijen toetreden, hoe harder die markt omhoog gaat. Het regent beleggingsfondsen. Alleen al de laatste 24 uur kwamen er 5 nieuwe bij. Fondsen met ingewikkelde namen als RG Pacific Fund en het European Monetary System Income Fund NV. De groei van de beleggingsfondsen lijkt niet te stuiten. In order to make money and be successful, you need to have the new product. So there is a premium on inventing new products. And the clever guys in the city were constantly trying to come up with a new product, one that would track the markets,
one that would be an interest rate hedge. So new products emerged, and sometimes the clients didn't really understand them. The regulators certainly didn't understand them. Now, occasionally, I think the banks and traders themselves didn't understand them. Ik ben toezichthouder geweest in een uitermate, zeg maar, gunstige periode voor het bankwezen. Die is een goede ontwikkeling voor de bankwezen. Wat wij wel zagen en waar wij vragen bij stelden, was de neiging om meer en meer nadruk te leggen op dat Londense gebeuren. Ja, een aantal Nederlandse banken die zagen daar grote kansen. Wij waren van mening dat die kansen misschien wel groot waren, maar je de vraag moest stellen of Nederlandse banken wel de expertise in huis hadden en dus ook het risicomanagement in huis hadden om dat te beheersen. We lieten het ons altijd uitleggen door die collega en ook door die mensen daaronder, die specialisten. En we hebben er veel werk van gemaakt. We hebben ook de commissarissen speciale training gegeven om op het gebied van deze ingewikkelde producten, derivaten en dergelijke, een speciale workshop te geven. In de midden-90e jaren hebben alle commissarissen 2 dagen apart genomen en een speciale training laten ondergaan om op deze ingewikkelde producten ook de eerste beginselen te leren. Dames en heren, van harte welkom bij de cursus De Geld- en Effectenhandel. Als je, net als ik, werkzaam bent op de Amsterdamse effectenbeurs, dan kom je inderdaad nog regelmatig mensen tegen die weinig of niets van de geld- en kapitaalmarkt weten en van de rol die de effectenhandel en de beurs daarbij spelen. Voor deze mensen bevatten de financiële pagina's van de krant vrijwel onbegrijpelijke informatie. En dat is dan ook de reden dat dat deel van de krant heel vaak wordt overgeslagen. Dat is jammer. Cursussen voor tv-kijkers, cursussen voor bankiers. De financiële producten worden steeds ingewikkelder. Maar dat mag de pret niet drukken. Want de fonteinen spuiten goud, puur goud. De markt geeft het, wie het vangt, die heeft het. When I worked in the old days, in the 80s and early 90s, you would still have trainee traders who were coming straight from school. They might have been school leavers at 16, 17, and they would be joining a trading desk. I don't know if that's true now. I'd be surprised if that's true now. It's coming up, watch it, 5:15. What's Kyle play, Sterling? Hey. Somewhere round the clock, the markets are open. You might be looking at the Japanese markets, then switching to see what gold's doing in South Africa. You will be constantly watching the markets somewhere. Whether you're lying in bed, whether you're in the shower, you will still be watching the markets. In the shower? In the shower. People had telephones that worked in their shower. And this is before we had mobile phones. So you would have shower damp-proof lines set up in your bathroom. 73, 73, what are you doing now? 73, Kajsa. 73 is the dollar. Standaard. En het? 65, 73 is Kajsa. We moeten niet vergeten dat we decennia lang een sterke welvaartvergroting hebben gehad door de groei van de financiële sector. En dan is het natuurlijk altijd een grijs gebied geweest van wat wel mocht en wat nou niet mocht. Dan heb je van die producten die er daar zo'n beetje tussen in zitten. Dus het is een geleidelijk proces geweest wat een groei mogelijk heeft gemaakt. Die, laten we dat ook even in het oog houden, eigenlijk voor iedereen goed geweest. Voor de klanten, voor de medewerkers en ook voor de aandeelhouders. There were times when you would be in the Corney and Barrow champagne bar at lunchtime waiting for the US Treasury figures to come out. So the bars would have big screens up, it would have the announcement of the Treasury figures. If they were what you'd predicted, you might order another bottle of Bollinger. If they were not what you'd predicted, you would be rushing back to the office. Er zijn hele principiële verschillen tussen de persoonlijkheid van een traditionele bankier en een investment banker. Een traditionele bankier is relatiegericht, is eigenlijk in wezen conservatief, voorzichtig, risicomijdend.
Ook op de lange termijn gefocust, ook voor zichzelf met een lange termijn carrièreachtergrond. Terwijl investmentbankers zijn veel sneller, flexibel. Moeten ook de markt, die heel elke dag of elke seconde verandert, volgen. En investmentbankers zijn niet erg trouw aan hun werkgevers. Dat verschilt ook enorm. En ze rijden ook in andere auto's? Nou ja, sommige, dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar er zullen ongetwijfeld ook wel een paar Porsches hebben rondgereden. Inderdaad, als je met name op een gegeven moment op Canary Wharf, in de Docklands rondliep of delen van de city, dan zag je inderdaad mensen die in snelle Armani en Zegna pakken rondliepen, ja. Ja. En nog snellere auto's. En nog snellere auto's, ja. Was ik wel eens jaloers op, eerlijk gezegd. Maar there was quite a famous Norwegian trader who had a series of Rolex watches. And because he didn't want to be too ostentatious, he had his diamonds on the inside of the watch rather than on the face. But he had a diamond-studded Rolex, probably at the age of 23. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Groei is op zichzelf een heel goed streven. Groei kun je op een rustige manier doen, zoals we dat eigenlijk eeuwen gedaan hebben. Groei kun je ook op een onrustige manier doen. En de situatie van aandeelhouders die meer vroegen, medewerkers die meer vroegen, is in de 80 en de 90 jaren veranderd, waardoor de hebzucht een kans heeft gekregen die eigenlijk daarvoor geen kans kreeg. En de hebzucht heeft dus door de bonusstructuur, door de hogere betaling, een zodanige kans gekregen dat instellingen te ver gegaan zijn. De beloningen van bepaalde groepen in de financiële sector, denk dan met name weer in de Verenigde Staten, hadden de verkeerde impulsen. En dat heeft geleid tot een situatie dat men dingen ging doen die men niet moest doen. Maar een heel belangrijk aspect is ook dat eerste. Dat de regulering die te ver doorgeschoten is. En dat heeft heel wijde, brede aspecten. U was mede verantwoordelijk voor het loslaten van veel regels. U zei, dan moet er wel toezicht komen. Maar ja, dat is toch ontoereikend gebleken. Want nu zitten we toch eigenlijk met de gebakken peren van het loslaten van al die regels. Dat spreekt me niet aan. Ik begrijp het wel. Ook in de tijd daarvoor zijn er voortdurend grote problemen geweest in de geschiedenis in de 19e eeuw, maar ook in de grote depressietijd na 1929. Dus wat dat betreft komt dat, ja, mensen zijn mensen, komt het altijd voor. En als minister heb ik strengere vorm van toezicht ingevoerd, met name ook wat betreft de beurshandel, die nog steeds heel goed functioneren. Neem je lijn nou eens op. Weg. Vrij. Blijf dan. 87. Hip mee. Zolang het maar goed ging in Amerika in de woningmarkt, de huizenprijzen stegen, alles liep goed, de beurskoersen stegen, was iedereen blij. Maar iedereen heeft zich onvoldoende bedacht dat er dus toch risico's in zitten die, als zich die voordoen, tot enorme ellende aanleiding geven. U schreef in NRC Handelsblad, ik schaam mij zeer. Ik schaam mij dus zeer dat ik niet in staat ben geweest als traditioneel bankier. Ik heb me altijd meer als traditioneel bankier dan als investmentbanker beschouwd. Het heb toegestaan dat de bank zo door investmentbankers gedomineerd is en dat ze er zo met de bal vandoor zijn gegaan. En sorry zeggen is altijd één stap te ver voor bankiers. Nou, ik heb het geloof ik ook wel eens gezegd, maar dat vind ik eerlijk gezegd niet zo moeilijk als je alweer een hele tijd uit het vak weg bent. En het lost ook niet zoveel op. En was dat nou sorry of toch niet?
In elk geval was het schaamte voor de snelle jongens die het klassieke bankbedrijf hebben gekaapt. En die daar trouwens gewoon mee doorgaan. Eerder dit jaar beloofden Amerikaanse banken terug te keren naar het klassieke bankieren. En vorige week beloofden Nederlandse banken terughoudend te zijn met bonussen. Maar op Wall Street gaat het op het ogenblik toch veel over BAB. Bonuses are back. Zowel in Amerika als in Europa roepen overheden ferm dat ze daar paal en perk aan willen stellen. Maar die overheden willen tegelijk hun banken niet verliezen aan een ander land dat minder streng is. Eigenlijk wil ieder land liefst net iets minder streng zijn dan zijn buren. En zo dreigt de wedloop om de vrijste markt gewoon weer door te gaan. Wordt dus vervolgd, deze ellende. Voor meer zie AndereTijden.nl. En voor meer geschiedenis in het algemeen zie het digitale themakanaal Geschiedenis 24. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. Maar volgende week zijn we er weer met een grootmeester van de Nederlandse woningbouw. Wie bouwt de machtige? Als wie wat bouwde, bouwde hij een Friese woning. Wie bouwt en wie bouwt? Een mooie man. Aantrekkelijke man. Zeker voor vrouwen.